Hey jongens, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Welkom op mijn kanaal, mocht je mij nog niet kennen. Mijn naam is Kevin van Diest, ik ben een fotograaf, videograaf. En ik maak video's over videografie, fotografie, tips en tricks. En natuurlijk ook gear gerelateerde dingen. In deze video ga ik jou laten zien op welke manier jij hele gave overhead topshots kunt maken. Nou, dat zag er toch vet uit. Nou, dat zijn dus mooie overhead topshots die je kunt maken voor je productvideo's, productfoto's, food photography en dat soort zaken. Maar ook leuke b-roll of unboxings. En dan is natuurlijk de vraag, hoe maak je die? Nou, er zijn natuurlijk heel veel manieren om dat te maken. Er zijn heel veel producten voor, maar ik ga jou mijn drie manieren laten zien. En voordat ik verder ga, wil ik even melden dat ik werk met de producten van Bresser. Gewoon omdat ik ze heel erg prettig vind. En daarbij ga ik ook de producten even benoemen met de voor- en nadelen, zodat je zelf even alles op een rijtje hebt. Nou, dus ga gewoon even beginnen met de welbekende boomarm. De boomarm is een product wat een constructie wat eigenlijk echt een heavy duty constructie is. En daar zijn ook natuurlijk weer versies in. Maar het idee daarvan en het voordeel daarvan is dat je een product hebt wat dus echt zwaar apparatuur kan dragen. Het kan je spiegelreflex, je systeemcamera volledig gerigd, kan het eraan hangen. Dus dat is echt een voordeel van dit product. Heavy duty, je hebt gewoon de zekerheid. Het werkt namelijk met een contragewicht, dus ja, dan weet je in ieder geval zeker van, nou ja, oké, dat blijft wel hangen. En het gaat ook niet zakken, het is heel erg robuust. Daarbij is het ook heel mooi dat hij ook buiten het frame valt. Dus hij komt niet in je shot. Je kunt ik heb hier bijvoorbeeld een boomarm met mijn microfoon, ver buiten je shot. Hartstikke fijn, dat zorgt ervoor dat je mooie wide shots kunt maken zonder dat het product of eigenlijk het statief, de boomarm, in beeld is. Natuurlijk zijn er ook weer nadelen aan. De nadelen van zo'n constructie, heavy duty, het is lomp, echt lomp. Je moet het ook even opzetten, er komt wat werk bij kijken en je hebt ook heel veel ruimte nodig. Dus dat zijn de dingen wat, ja, dat kan soms een nadeel zijn en dat is ook best wel prijzig. Dus ja, dat moet je allemaal, ja, dat helaas komt er bij kijken. En als je op locatie werkt, moet je het ook nog meenemen. En als je ook nog altijd met contragewichten shoot, het is een dingetje. Maar ja, het is een hele gave constructie. En ook moet je even goed kijken, wat ga je eraan hangen? Want er zijn ook weer versies in. De een kan meer dragen dan de ander. Dus, en dan schieten de prijzen ook omhoog. Dat is wel een dingetje, maar hey, het is een oplossing. De volgende oplossing die ik ga bieden is de Space Arm. Echt een superleuk ding. Komt trouwens in een set met een Space Clamp. Space Clamp is gewoon een clampje die je gewoon aan een statief kan hangen. Zodat je in dit geval bijvoorbeeld gewoon je mainlight kan gebruiken. Het statief daarvan. Klemp je clamp aan en daarop zit je Space Arm. Ideaal. Space Arm is een... het zijn twee losse armen met een schenierpunt. Makkelijker vast te maken, aan elkaar vast te maken. En dan heb je gewoon een hele makkelijke, compacte vorm waarmee je kunt werken. Je camera kan eraan hangen, een microfoon kan eraan hangen. Dus dat zijn even de voordelen. En natuurlijk zijn er ook een aantal nadelen. Het is compacter, maar het draaggewicht is ook minder. Dus een spiegelreflex, een uitgebreid systeem, ga je er niet aan vasthangen. En er zit een voordeel en een nadeel. Ik weet niet precies hoe ik die moet categoriseren. De arm, je hebt twee stukken. Als je die in de lengte doet, dan kan die mooi buiten frame. Maar dan zie je wel een nadeel dat er niet heel iets zwaars aan kan hangen. Een microfoon kan prima werken, een compact camera ook. Dan ga je met een systeemcamera werken, dan merk je toch altijd dat je hem even in een knik moet zetten. Dus eentje naar achter, eentje naar voren. Is hij wel het stevigst, maar dan zit je wel even met net wat minder rijkwijde, zeg maar. Dus dan is de kans eerder dat hij wel in je beeld komt. Dan is je frame moet dan wat kleiner zijn. En verder dan dat is hij gewoon wel stevig. De scharnieren zitten mooi met een locksysteem. Dus dat werkt heel erg prettig. Nou, de laatste die ik je ga laten zien, dat heb ik trouwens ook daar. Ik ga hem er even bij pakken. Even bij. Dit is de copy stand. Heel gaaf ding. Wat het is gewoon een bord met een arm. Of tafelstatiefachtig iets. Ik zet hem heel even hier neer. Het mooie hiervan is, het is een constructie wat echt een plug-and-play is. Je zet hem dus neer, je zet je product erop, je hangt je camera eraan en klaar, je kunt gaan. Het is ook heavy duty trouwens, dus je kunt echt zwaar spul aan hangen. Mooi met een draaimechanisme op en down, zeg maar. Dus je kunt hele mooie shots mee maken. En het is ook heel fijn dat dit ervoor zorgt dat je dus een situatie hebt, een plug-and-play situatie die altijd hetzelfde is. Dus weet je de afstand naar je product, je zet je camera erop, vast brandpunt en je weet wat er aan de hand is. Je weet wat voor foto's je gaat krijgen. Dat is ideaal. Verder is het dus gewoon eigenlijk een plug-and-play. Het is een hele makkelijke combinatie. Iedereen kan daarmee werken. En het vecht helemaal geen voorbereidend werk om op te zetten. Het is gewoon klaar.
Super gaaf. Ja, je hoeft hem alleen maar tafeltje te zetten, even een mooie plek. Er zitten weer nadelen aan natuurlijk. Wat je ziet, de arm is een bepaalde lengte en dat is gelijk de beperking. Houd er rekening mee dat je dus, ja, het zijn wat kleinere producten die je gaat filmen of fotograferen. Je kunt niet erg hoog, dus wil je echt heel erg telen gaan, moet je hoger. Ja, dan kom je met een andere oplossing dan deze. Dan wordt het dus of de eerste of de tweede oplossing. En daarbij, de plaat hieronder jongens, die is ook niet al te groot. Je kunt er grotere platen onderleggen, dat heb ik zo ook gebruikt. Dus dan maak je het groter mee, maar het is een kleinere plaat. Nou, het leuke is namelijk, je moet het natuurlijk ook aankleden. Dus als je aan de slag gaat met flatlays, ga je aan de slag met topshots, dan moet je ook een mooie ondergrond hebben. Dus props jongens, die maken echt het verschil. Ik werk graag met flatlay borden van Plessen natuurlijk. Borden met allerlei prints. En dat zorgt ervoor dat je net even een ander karakter krijgt. En dat heb ik dus ook in de S5 unboxing, first look video, heb ik gebruik gemaakt van deze. Jawel, van deze. Met platen eronder, zodat je kunt, ja, toch een beetje gevoel bij krijgen van hé, dat is een andere tafel. Leuk is ook, ze zijn er in twee maten. De grote, ik heb de grote gebruikt. Maar je hebt ook een kleintje, dat is deze. En dit is eentje met een hele subtiele print. Dus deze flatlayborden, die passen, de kleine maat dan, 40x40, die past perfect hierop. Dus als je het zo bekijkt, ja, een beetje lastig in beeld te brengen met je lomp. Kijk, het is gewoon gaaf. Het past er precies op. Dus dat zijn hele leuke dingen. Als je die zo neerzet en je haalt een paar van die flatlayborden, ja, dan kun je los. Dus dat zijn hele gave dingen die je kan doen. En dat is eigenlijk hoe ik mijn topshots, overhead shots, flatlay shots maak voor mijn unboxing video's, voor mijn Instagram, voor productvideo's, wat dan ook. En het is super makkelijk en dat maakt net even je video wat leuker. Even een ander perspectief. Dus jongens, dat zijn eigenlijk de manieren die ik gebruik. Natuurlijk zijn er veel meer, maar dit zijn mijn manieren. Heb je vragen? Laat het even weten. De productlinks natuurlijk, die heb ik onder in de beschrijving staan. Heb je zelf ervaring of misschien tips, leuke dingen? Hey, altijd welkom. Laat ook even je comment achter. Voor nu even bedankt voor het kijken natuurlijk. Altijd even abonneren en doe vooral even de notificatiebel aan. Blijf je op de hoogte. En ik zou zeggen, tot volgende keer.